Welkom bij Culture Radio vanuit Tent Rotterdam. Vandaag een eerste samenwerking tussen CBK Rotterdam, Tent en Operator. Uit liefde voor beeldende kunst werkt CBK Rotterdam aan kunst en de stad. Ze doen er alles aan om van Rotterdam een levendige kunststad te maken. Dat doen ze met tentoonstellingen en events in Tent, met kunst in de openbare ruimte, door middel van BKOR en Sculpture International. En met de Art Office ondersteunt CBK Rotterdam de Rotterdamse beeldkunstenaars in hun beroepspraktijk. We houden 5 gesprekken waarin we afsluiten met 2 voordrachten van de Woordalliantie. Dat zijn Thomas Pauw en Sherry Salinas. Samira Ben Messaoud gaat in gesprek met Gayatri Kodiko over de Traveling Hand. Sheree Pinas praat met Camille Verschuren en Carmen José over de Growing Space. En ikzelf praat over Joint Narratives met Mariska van den Berg en Lavinia Xausa. En daarvoor met de stadstekenaars Frank Stok, Pris Roos en Eriko Smit. Maar we beginnen vandaag met Rianne Zijderveld over wat ik je nog wilde zeggen. Rianne, welkom. Dank je wel. Je hebt het over de sociale impact van taal en de taal van de stad. En dan ben ik gelijk heel benieuwd, misschien een beetje een lastige vraag. Wat is de taal van de stad? Ja, die is ontzettend divers. Het is, en dat willen we juist eigenlijk aantonen met deze tentoonstelling. Het is een initiatief van de stadsdichter, Dien Bowen. Hij is nog tot januari stadsdichter. En hij heeft in zijn periode als stadsdichter de afgelopen 2 jaar aan heel veel tafels gezeten en heel veel talen gezien. De jargon van de beleidstaal. Hm. Maar de straaltaal ook. En door die diversiteit aan talen te zien en echt met zo'n talige blik naar de stad te kijken, kwam vanuit hem heel erg de ambitie om die taal te onderzoeken. Dus wat speelt taal voor rol in Rotterdam? En hoe kunnen we, ja, wat is taal als ingrediënt? Hoe heeft het onze stad gevormd? Maar hoe kan het ook misschien in de toekomst iets gaan spelen in onze stad? Ja, wauw. Ja, dat is een behoorlijk groot onderwerp. Ja. Daarin. Aan jou ook als curator dan de taak om die selectie daarin te maken. Hoe is eigenlijk, allereerst ben ik wel benieuwd naar die samenwerking met Dien Bowen dan. Hoe is die tot stand gekomen? Dien Bowen heeft mij gevraagd. Ik ben naast curator ook zijn partner. Wij wonen samen. En wij hebben in de afgelopen 2 jaar daar dus ook heel veel gesprekken over gevoerd. Wat hem op is gevallen aan die taal in de stad. Ja. En ik kijk daar met zo'n andere blik naar dan hij als schrijver. Waar ik veel onderzoekender en beeldender denk natuurlijk over taal. Dus die combinatie die werkte heel goed. En hij had heel erg de ambitie om ook juist dat gegeven taal te onderzoeken. Vanuit een andere hoek dan met per se taal zelf. Ja. Dus vandaar dat hij op een gegeven moment Tent en mij eigenlijk heeft benaderd. Kunnen we hier op een andere manier onderzoek naar doen. Ja. En daar is deze tentoonstelling uitgekomen. Wat is dan, vind ik wel interessant als dat verschil al thuis zo groot is. Mm-hmm. Hè, wat is dan een voorbeeld daarvan? Waarin je zegt van nou, dat vatten wij echt alle twee zo anders op. Ik denk Dien die, maar misschien is dat meer een persoonlijke verschil. Die kijkt heel erg moeilijk. Ik weet niet of ik een concreet voorbeeld kan geven. Oké, okay. Nee, maar dan is het duidelijk. Dan ben ik ook wel benieuwd in het vervolg als we het over de stad hebben. Wat is je relatie tot de stad Rotterdam? Ik woon hier nu 6 jaar. Mm-hmm. Ik kom uit Oud-Beijerland, niet heel ver hier vandaan. Mm-hmm. Ik heb gestudeerd op de academie in Den Haag. Ik heb altijd geschreeuwd, ik ga nooit in Rotterdam wonen. Waarom? Vond het een verschrikkelijk lelijke stad. Oké. Okay. Ja. Heel kil, heel groot. Ik weet niet, het trok me helemaal niet. Mm-hmm. Maar na mijn studie was ik op zoek naar iets nieuws. En toen ben ik eigenlijk hier beland. En zo langzaamaan, tenminste dat hoor ik wel meer van mensen, trok Amsterdam, trok Rotterdam mij echt naar binnen. Ben ik ervan gaan houden van alle aspecten die Rotterdam heeft. Ja, de mooie en de lelijke. Ja. Ja. Nu heb je de selectie gemaakt, hè, voor wat ik je nog wilde zeggen. Was dat snel duidelijk dat het wat ik je nog wilde zeggen ging heten? Of? Ja, dat is wel echt dienstkeuze geweest. Mm-hmm. Dat is eigenlijk vanaf het begin af aan was dat
een soort gebaar wat hij... dit is überhaupt een gebaar van hem als stadsdichter. Wat hij nog wilde doen als stadsdichter. En dat is er dan zo ingeslopen. En als je eenmaal zo'n werktitel hebt staan en je praat er anderhalf jaar over met die titel, dan wordt dat hem gewoon. Dan kan je niet opeens het Kees gaan noemen. Dat klopt dan niet meer. Maar het is ook een hele logische titel voor een afsluitend werk. Precies. Ja, Nog even op die valreep. Een laatste gebaar, ja. Ja. De selectie die je gemaakt hebt. Waar heb je op gelet op het moment dat je... Ja. Het zijn heel erg beschouwende werken. We wilden heel erg taal als ingrediënt, of tenminste ik. Op dit is wel het moment waar ik een beetje het stokje heb overgenomen en ben gaan onderzoeken van hoe kan dit vorm krijgen in een ruimte als dit. Mm-hmm. Ik hou heel erg van analyserende werken. Dus ik ben zelf ook, ik duik direct de boeken in als ik zo'n vraagstuk krijg. Dus het is echt informatie vergaren en ik zag het echt als een bewegend onderzoek binnen de ruimte. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan naar verschillende stemmen die niet per se misschien direct een relatie hebben met Rotterdam. Die ligt er niet heel dik bovenop. Maar wel, wat is taal? Wat doet het? En dan in de systemen, dus hoe ontstaat of hoe verandert taal? Hoe wordt taal ingezet? Wat is het effect van klankgebruik of gesprekvorm? Maar ook hoe kan taal ervoor zorgen dat iemand zich buitengesloten voelt? Of hoe zorgt het er juist voor dat het die ontmoetingen creëert? En eigenlijk al die verschillende aspecten wilde ik een soort blootleggen, zodat iemand zelf die door de tentoonstelling zou lopen, daar dan weer met dat gegeven aan de haal kon. Dus het is niet een soort, dit is het, conclusie, dit is de taal van de stad. Want één, dat zou onmogelijk zijn, ja. Denk ik. Ja. Het zou nooit compleet zijn en het zou morgen al niet meer waar zijn. Dus dat was eigenlijk ons beginpunt van vonden we niet interessant genoeg, ja, om het op die manier te doen. En je hebt het over niet waar. Ik heb een van de werken van Annabel Binnerts gaat over onbetrouwbaarheid. Mm-hmm. De onbetrouwbare verteller daarin. Zij past ook het werk aan, ja, als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Misschien ook over de anderen? Annabel Binnerts heb ik gevraagd om een werk te creëren voor deze tentoonstelling, omdat zij is in al haar werk altijd bezig eigenlijk met taal en vooral ook met verhaalstructuren en alle elementen die daarin voorkomen. En voor deze tentoonstelling heeft ze onderzoek gedaan naar de verteller. Mm-hmm. En er zijn heel veel vormen van vertellers binnen verhalen. En de onbetrouwbare verteller is zo eentje. Die leidt je eigenlijk in een verhaal. En misschien kom je pas op drie kwart van het verhaal erachter van... Oh, wacht eens even. Jij leidt me gewoon een verkeerde kant op. Dit is helemaal niet waar. Dit is niet het verhaal zoals het eigenlijk loopt. Dat wou ze heel graag in deze tentoonstelling doen. Dus eigenlijk jou door de ruimtes heen leiden. Ja. En af en toe dus ook misleiden over hoe die ruimte ervaren zou worden. Hey, en waar zie je dat dan weer terug in de stad, zou je zeggen? Waar kom je dan zoiets tegen, zo'n gegeven? Ja, ik denk dat je constant geleid wordt door taal. In een stad op heel veel manieren dat je het helemaal niet door hebt misschien. Maar als jij door de stad heen loopt, dan zijn er verkeersborden die naar je schreeuwen. Maar er zijn ook reclames die je toespreken. Er zijn mensen die op de straathoek die iets tegen je zeggen of niet. Of wat je gewoon maar meekrijgt. Maar er wordt constant een verhaal in taal aan ons verteld. Soms weet je dat die verhalen te vertrouwen. Ik denk dat je van een verkeersbord ervan aan kan gaan dat die te vertrouwen is. Maar reclames. Ja, dat weet ik dan weer niet. Ja. En de andere werken die je geselecteerd hebt? De basis is gemaakt door Dennis van den Broek. Dat is de stoep die we hier ook zien. Mm-hmm. En we hebben hem eigenlijk gevraagd. Ik heb mijn onderzoek op tafel gelegd bij hem van joh, dit zijn we tegengekomen. Taal vormt ruimtes in onze ogen.
kan jij daar iets mee eigenlijk? Gewoon heel open van, hij is scenograaf. Kan jij iets creëren dat door alle ruimtes heen loopt, wat duidelijk maakt, invoelbaar maakt eigenlijk hoe taal onze ruimtes vormgeeft? En daar heeft hij de stoep op bedacht. Mm-hmm. Een referentie natuurlijk naar de straat, waar misschien wel de nieuwe taal van Rotterdam aan het ontwikkelen is. Ja, ik vond het mooi toen ik er overheen liep inderdaad, dat je dan dat schuren van die tegels tegen elkaar, dat een heel herkenbaar het geluid. Ja, goed, hè? Ja. Wat je inderdaad gelijk eigenlijk wel naar de straat terug. Ja, precies. Het is wel de schoonste straat, denk ik, die ik gezien heb in tijden. Ja, je ziet een goed verschil tussen het stukje buiten en het stukje binnen, inderdaad. Ja, ja. Dus dat is werk van Dennis. Mm-hmm. En, de rest van de werken die wisselen eigenlijk. We wilden niet, ook om het een dialoog te laten zijn, mm-hmm. eigenlijk binnen de ruimte hebben we ervoor gekozen om dus niet één tentoonstelling neer te zetten, maar elke keer vindt er een wissel plaats. Dus vanaf morgen is er weer een nieuw werk te zien wat in de zaal staat. En eind december komt er nog een ruimtevullende installatie, ook in deze ruimte waar we nu zitten, van Bert Scholten. En ja, eigenlijk, ze onderzoeken taal allemaal op een totaal andere manier. Fiebeke, die hier nu ook hangt, die doet echt onderzoek naar hoe het systeem werkt in Nederland van hoe taal verdwijnt. Zij doet onderzoek heeft onderzoek gedaan naar waarom woorden geschrapt worden uit de Vandalen. Ja. Dat daar een heel algoritme achter zit die alle woorden telt en een commissie die samenkomt om dan te besluiten van, nou ja, gaan we dit woord weer opnemen in het woordenboek of niet? En daardoor gaan er gewoon belangrijke woorden in haar ogen verloren, zoals het woord waar ze dus onderzoek naar heeft gedaan, en dat is het woord doodsreutel. Dus het gaat van de systemen eigenlijk naar het videowerk van Natalia, die hier vorige maand te zien was, waar zij het Russische woord Panayachalia aan het onderzoeken is, wat betekent you're not from here, grof vertaald. Ja. Om het effect van zo'n zin wat, of zo'n woord wat naar mensen op straat in Rusland gebruikt wordt om mensen letterlijk buiten te sluiten, wat het effect daarvan is. Ja, een heel specifiek woord wat bij mensen die er wel horen wel bekend is. Precies. Maar, ja. Ja, ja. Ja. Wat vind jij van belang om de toeschouwer, als die hier binnenkomt, mee te geven? Als ze je tentoonstelling zien. Ik denk dat het zijn werken die misschien wat aandacht vragen. Zeg maar, het is niet een tentoonstelling waar je doorheen wandelt en denkt dat het direct een emotie oproept. Of dat het... dat het een mooie kunde is wat je kan aanschouwen. Het vergt dat je er wat dieper in moet duiken. Ik denk dat de zaalteksten af en toe essentieel zijn, zeg maar, om te lezen voordat je er goed doorheen kan lopen. Maar dat als je de werken tot je neemt, dat je misschien meer besef hebt van hoe taal onze directe leefomgeving vormt. En ik zie er ook een hoop in. Als ik nu over straat loop in Rotterdam en ik hoor gewoon alle talen door elkaar gebruikt worden, dat stemt mij dat er iets mogelijk is. En dat zie ik al gebeuren in taal, hoe dingen samen kunnen komen. En dat kan op zoveel elementen met taal. Ik bedoel, de wereld wordt verzonnen in taal voordat het daadwerkelijk ergens, totdat het er is. En ik denk door in kaart te brengen wat al die ingrediënten zijn en hoe we daarmee kunnen spelen. Ja, precies. dat geeft mensen misschien ook meer grip op wat hun rol daarin kan zijn. Om daar weer een nieuwe wereld mee vorm te geven. Mooi. Ja. Mooie duiding. Even denken, als je de ruimte hier, tent. Ja.
Was dat een keuze die ook al vast stond? Dat was echt een wens vanuit Dien wel, om hier iets in te doen. En een droom voor mij om hier iets te mogen doen. Maar ik denk de perfecte plek voor een vraagstuk als dit, Tent die biedt een oprechte diversiteit aan stemmen. En daar openen ze de deuren voor. Ik ken maar weinig instituten waar je echt kan aankloppen en kan zeggen, joh, we hebben een idee. En dat het dan niet een idee is wat uitgevoerd kan worden over 5 jaar, omdat dan de planning open is, maar dat er gewoon over een half jaar dat je dat, als het ook echt relevant is, kan gaan uitvoeren. En dat is, dat is echt te gek. Ja. En dan ook nog eens in het centrum. Precies, ja. Van de stad, ja. Met haar taal. Ja, precies. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel bedankt. Voor je toelichting. Ja.